En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video hier op It's Ultrex, de enige echte. Een aankondigingsvideo, zoals jullie al kunnen zien. Er komt weer wat nieuws op mijn kanaal. Wat is het nieuwe wat op mijn kanaal komt? Dat is de afleveringen van Planet Coaster. Ik ga het toch weer opnieuw beginnen. Ik ga toch weer een nieuw park maken. Het andere park waar ik nu aan bezig ben, gaat gewoon door. En daar ga ik ook nog wel een keer een livestream van doen. Maar het park waar ik aan ga beginnen, dat wordt een nieuw park. Dat wordt een park waar ik helemaal kaal ga beginnen. Helemaal kaal. Ik wil in die video wil ik eigenlijk geen gedownloade apparaten maken. Gebouwen. Zelfgemaakte ontwerpen van achtbanen en zo. Dus niks wat gedownload is van een Steam Workshop. Maar gewoon echt originele dingen die ik zelf gebouwd heb. Dat is hartstikke leuk. En daar wil ik dus delen van gaan maken. Die delen die komen er niet gelijk aan. Die komen pas later. De delen die zullen ongeveer, het zullen ongeveer 30 delen zijn. En ik ga het eerst die 30 delen filmen of maken voordat ik ze pas online zet. Want ik wil bij de series die ik ga bouwen, de series die ik ga maken, wil ik continuïteit. Hoe zeg je dat? Ik wil niet dat, dat het afleveringen zijn waar weer... Eén keer aan gewerkt wordt, dan weer 3 weken niks, dan weer een keer ineens een aflevering, dan weer 4 weken niks, dan weer een aflevering. Dat schiet gewoon niet op. Ik wil gewoon, eigenlijk wil ik gewoon op in ieder geval minimaal 1, maximaal 2 dagen in de week wil ik dan zo'n video plaatsen. En daarom ga ik dat dus van tevoren ga ik dat opnemen. Dan zou je denken van, hoe ga je dat opnemen? Dat ga ik gewoon opnemen met mijn bewerkingsprogramma of mijn programma waar ik mee opneem. En dat zullen dus eerst 30 delen zijn die ik dus ga maken. Ik ga ze filmen, ik ga ze, filmen niet, ik ga ze opnemen. Dan ga ik die 30 delen, die ga ik ook editen en zo. Dat er gewoon 30 delen gewoon helemaal netjes kant-en-klaar zijn. En dat die gewoon klaar zijn voor uitzending. Als die 30 delen er zijn, dan gaat het, dan ga ik beginnen met uploaden. Wanneer dat is, hangen we er nog niet aan op. Maar het zal in ieder geval, denk ik, in het najaar zijn. Misschien september, oktober 2018. Een hoop werk, maar ik heb er wel ontzettend veel zin in. En het lijkt me echt ontzettend leuk om, die afleveringen van Planet Coaster te maken. Speciaal voor jullie. En om te kijken wat een beetje mijn skills zijn. En of dat ik dat niet met andere programma's ook kan gaan doen. Of met andere spelletjes. Het lijkt me gewoon echt leuk. À la de Vinstel Games. Om een beetje series te maken. En ik wil wel mijn eigen hand eraan leggen. Ik wil geen cats overgekopieerde programma's. Of overgekopieerde programma's of dingen van een ander. Daarom wil ik dus niet de Steam Workshop gebruiken. En dus enkel en alleen zelf gebouwen maken. Zelf dingen ontwikkelen. Zelf dingen maken. Zelf ontwerpen maken van achtbanen. En dat enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik wil ook dus echt een... niet alleen een pretpark maken, maar ook een geteamd pretpark. Gewoon met mooie huisjes, mooie dingen, leuke dingen. Een beetje thematisatie in attracties, dark rides. En gaat zomaar door. Dat wil ik dus gaan doen. En ik hoop dat jullie dat een beetje... Ja, ik hoop dat jullie dat leuk vinden als ik dat ga doen. Ik heb er echt ontzettend veel zin in.
Ik ga binnenkort al beginnen met opnemen. Want ik wil eigenlijk zo snel mogelijk ermee gaan starten. Het zullen dus 30 afleveringen worden. En dan komen er 30 afleveringen van een 1 pretpark. Wat ik dus van het begin tot aan het eind ga bouwen. Ik wil in ieder geval dus beginnen met een leeg park. En dan op het einde dan, misschien zal het nog wel niet in 30 afleveringen zijn. Dat het park helemaal in één keer in 30 afleveringen klaar is. Dat kan ook niet in Planet Coaster. Daar heb je wel een hele enorme tijd voor nodig. Maar ik kan natuurlijk altijd nog delen erbij maken. Maar ik wil in ieder geval voor het begin wil ik alvast 30 delen klaar hebben. Dat ik een 30 delen voorsprong heb met uploaden. Nou, ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden. Laat even een berichtje achter, want ik vind het wel ontzettend leuk. En het lijkt me echt ontzettend gaaf om eraan te gaan beginnen. En ik hoop dat jullie het ook ontzettend leuk vinden om naar die afleveringen te kijken. Dus laat even een berichtje achter wat jij ervan vindt. En ik zou zeggen natuurlijk, doe even een duimpje de lucht in. Want dat zou ik wel ontzettend lief vinden. Doe even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Nou, de groetjes van deze kant. Ik hoor het allemaal wel. Ik ben in ieder geval heel erg hyped. En ik hoop jullie ook. Ik hoor graag jullie reactie. En ik zou zeggen de groetjes. En tot de volgende video, vlog of livestream. Groetjes van deze kant. En bye bye.